Fidion van Meijeren, tweede Kamerlid voor Forum voor Democratie, heeft voor zijn achterban een filmpje gemaakt waarin hij hart van Nederlands journalisten Merel Ek neerzet als 'riolrat'. Hij overvalt haar met een draaiende camera en maakt vervolgens heimelijk opnames, waarmee hij haar nu in diskrediet probeert te brengen. Het wordt van links tot rechts gezien als een poging om Merel en haar collega journalisten te intimideren. Zelfs minister-president Mark Rutte heeft deze actie veroordeeld. Kickboxer Rico Verhoeven heeft wel begrip voor de actie van Gideon. "Ik ben even advocaat van de duivel", zegt hij in de talkshow Jinek. "Iedereen vindt altijd maar dat ze alles mogen zeggen op internet, journalisten, snap je? Iedereen mag altijd iedereen maar aanvallen voordat het bewezen is of iets wel degelijk zo is." Rico begrijpt dat Gideon dat misschien ook een keertje zat is. Misschien is dit niet de juiste persoon waar ze het bij gedaan hebben, maar wij als bekende mensen krijgen ook elke keer maar een microfoon onder onze neus geschoven terwijl we het ook niet altijd willen. Hij vervolgt: Misschien heeft hij nu zoiets van, hé. Hey. En misschien was dit niet de eerlijke en juiste persoon daarvoor, maar misschien heeft hij zoiets van, oké, okay, laten we het nu een keer omdraaien en kijken hoe hen het vinden. Verder laat Rico weten dat hij zich niet meer laat vaccineren tegen het coronavirus. Ik zit er niet echt op te wachten, dus van mij hoeft het niet zo, nee. Als ik het dan krijg is het quarantaine en gewoon uitzieken, zegt hij. Als een internist aan tafel uitlegt dat een coronavaccinatie toch echt zinvol is, gaat Rico de discussie aan je zegt dat het de kans verkleint dat je het krijgt, maar hoe weten we dat? Hoe lang is er onderzoek gedaan en hoe lang zijn er testen gedaan dat we zeker weten dat het echt helpt? Dat vraagt iedereen zich thuis af. Robin Peters, de internist in kwestie, daarop: Er zijn nu honderden miljoenen mensen gevaccineerd wereldwijd. We weten dat het risico om te overlijden veel en veel kleiner is als je gevaccineerd bent. Daar is geen discussie over.